Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag is mijn gast J.L. Grant. Hij praat tijdens een seminar vandaag, Eet wat je plant en plant wat je eet, over zijn organisatie De Jonge Neveraar. We gaan vandaag met hem babbelen over zijn bijdrage en natuurlijk de organisatie waar hij actief mee bezig is. What made is a little Q-Time. JL, welkom in Q-Time. Leuk dat je erbij bent. Goedemiddag mevrouw Miranda, hoe gaat het met u? Met mij gaat het prima. Jij bent van de organisatie De Jonge Neveraar, hè? Vertel ons wat meer over de organisatie. Ten eerste moeten we dan alvast gaan uitleggen waarom die naam. De Neveraar is het woordje betekent, is een synoniem voor ondernemen. En wij zijn dan jonge ondernemers, vandaar die naam De Jonge Neveraar. Het is dan een organisatie is opgericht om jonge ondernemers te ondersteunen met de onderneming en alles dat ze eigenlijk in het alledaagse leven doen. Ja, oké. Dus eigenlijk een stimulans voor jonge ondernemers om eigenlijk een beetje de push te vinden en ze een beetje de weg te wijzen over wat ze moeten doen om te kunnen ondernemen. Ja, precies dat doen wij. Waarom denk je dat jonge ondernemers of dat jongeren die informatie niet hebben of nodig hebben? Waarom ik dat denk? Die informatie is er. Maar als jonge ondernemers zelf heb ik gemerkt dat die informatie heel moeilijk komt als je de verkeerde vragen stelt. Dus die informatie is er wel, maar wij jongeren stellen meestal niet de juiste vragen, waardoor we dan een ander antwoord krijgen. Ja. Of we worden naar ergens heel anders gestuurd, wat we niet nodig hebben. Dus dan wil ik als een jonger persoon, samen dit uitleggen aan de jongeren. Want jongeren begrijpen jongeren, kan je zeggen. Dus vandaar ik dat ben gestart. Om deze jongeren te kunnen begeleiden, heb jij natuurlijk ook informatie nodig. Waar haal jij je informatie vandaan? Of heb jij van jezelf geleerd? Dus eigenlijk een beetje vallen en opstaan en daardoor jongeren willen helpen. Ik heb ook sowieso van mezelf geleerd, maar als je het wil professionaliseren, moet je naar de deskundige gaan. Mm-hmm. Dus ik ben mij daar gaan bijscholen. Ik ben geweest naar Artem Consultancy. Yeah. Ik vind hun de best in town. En daar ben ik zelf dat is de opleiding voor basisbusiness. En daarnaast ben ik dan doorgegaan voor je basisbusiness en die andere is advanced business. Dus ik ben me daar gaan bijscholen. En het probleem is, het is er, maar het is heel erg duur. Dus wat ik ben gaan doen, ik ben het dan gaan bijscholen. En dan geef ik het dan aan hun, je kan zeggen, gratis. In kleine details geef ik ze die lessen die ik heb gevolgd, geef ik hun dan gratis die informatie. Oké. Mensen zouden wel zeggen, oké, waarom zou je dat eigenlijk doen? Want ja, toch, je hebt ervoor betaald. Sommige mensen zeggen ook van, ja, het is beter om mensen iets te laten betalen voor iets dat ze leren, omdat je daardoor een grotere waardering krijgt. Jij kiest er juist voor om het andersom te doen. Ja, omdat ik weet dat niet iedereen dat kan permitteren. Ik heb zelf, ik kan het ook niet permitteren. Mijn familie heeft het voor me betaald. En als ik zie dat ik zelf al mee struggle, weet ik dat een andere startende ondernemer hetzelfde probleem gaat hebben. Ja. En als ik dan mijn kennis met hun kan delen, voel ik me wel echt goed. Ja. Dat is wat goed voor mij. Oké. Dus eigenlijk komt het erop neer, jong ondernemerschap proberen te stimuleren. Jawel. Hoe kom je aan de jongeren die zich bij jou aanmelden of die naar jou toe komen voor advies? Adverteer je het of is het mond-op-mond reclame? Hoe werkt dat? Het is beide, mond op mond. En dat heb ik dan bijvoorbeeld bij mij in de buurt. Ik ga niet braggen, maar ik ben wel een beetje geliefd bij de jongeren. Ja. Dus ze luisteren wel degelijk naar me. En als ze met hun businessplan naar me komen, heb ik altijd een luisterend oor. Ja. Dus dat is gewoon van mond tot mond. Dat is dan bij mijn vrienden en bij mensen in de buurt. En via social media doe ik dan propaganda dat ik gratis die hulp aanbied. Omdat je kan ervoor gaan betalen. Dat is sowieso professioneel. Maar als je dat niet kan permitteren, kan je het bij mij gratis komen halen, die informatie. Oké. En wat vraag je van ze voordat ze naar jou komen? Want je hebt het net gehad over een businessplan. Dus dat wil zeggen dat je wel van ze verwacht dat ze al iets op papier hebben.
Meestal hebben ze dat niet. En dat is een fout. Want dat is ook mijn fout geweest. Ja. Dat is ook mijn fout geweest. Sommige mensen willen gewoon starten. Maar het ten eerste wat je moet doen is, je moet een businessplan hebben. Dus zodra iemand naar mij komt, vraag ik direct, hallo, heb je een businessplan? Of heb je alleen maar een geweldig idee? Precies. Want dat heb je ook nodig, hè, in de wereld, dat sommige mensen ideeën hebben en andere mensen die gaan uitvoeren. Dat is ook een mogelijkheid. Precies. Ja. In de meeste gevallen is het zo dat hun antwoord nee is. Of heb ik ze dan direct gezegd, kijk, hier heb ik een exemplaar van een concept businessplan. Vul dit in. Waar je vast zit, help ik je. En wanneer we klaar zijn, gaan we vanuit je businessplan, gaan we kijken als je businessplan of als je idee rendabel is, als het haalbaar is. En dan ga ik van daaruit werken aan hun business om het tot bloei te brengen. Oké, en als je kijkt naar de mensen die naar jou komen, welke leeftijdsgroep spreekt jou aan? Eerlijk, ik heb laatst met een hele oude mevrouw gesproken, zoals ik denk in de 40 of 50. Dus ik was hele echt oude shocked. Mevrouw? Nee, niet verkeerd bedoeld, Maar ik ben gewend met... Oké, verkeerd overgekomen, got it. My bad. Dus ik ben gewend tussen very die bad. Klassen. Ja. Ai, hele oude dus mevrouw. Meestal is de focus... we staan open voor alles. We staan natuurlijk. Niet open met... Ja, oké. Is dat grapje, ga door. Dus meestal is die klasse dan is mijn leeftijd tussen 20 en 25. Ja. Die mensen zijn echt jong en gedreven en dat is meestal de leeftijd die ik naar me toe kreeg. Maar als ik mensen die ouder zijn naar me kreeg, geeft het me daar wel een push om te zien van, hé, als iemand ouder dan mij deze informatie niet beschikt, dat wil zeggen dat er iets gaat mis. En dan ben ik echt blij om zo'n persoon dan te informeren en mijzelf ook bij te scholen, want zij komen met een heleboel ideeën die ik niet had. En ik zie van, yo, dit is wel echt een geweldig idee. En dan ben ik dan fully supportive naar zo iemand toe. Oké. Okay. Is er een bepaalde sector waarin je wil specialiseren? Als je zegt van, je bent bezig met het ontwikkelen van businessplannen in de eerste instantie met jongeren, die jouw voorkeur hebben? Of waar je zegt van, nou, daarin ben je wat beter in thuis dan anderen? Ik heb geen voorkeur, want ik hou van leren. Ik wil altijd meer leren. Dus het maakt niet uit welke sector ze komen. Ik accepteer die challenge. Want zodat ik dat accepteer, moet ik mezelf ook bijscholen. Oké. Okay. Want er was laatste mevrouw bij me met een... Zij doet haakwerk. En ik wist niets van haakwerk. Maar die mevrouw heeft gewoon een hele teddybeer gehaakt. En ik was zo onder de indruk dat... Hoe doen mensen zoiets? Want ik verwachtte dat nooit. Dus zodra het maakt niet uit welke sector ze komen, ik ga ervoor. Ik ga die challenge aan. Mm-hmm. Oké, okay. Very nice. Als ze hun businessplan al hebben opgeschreven met jouw ondersteuning en wat structuur in formuleren en formulering van hun businessplan, wat is dan de volgende stap? Van hun businessplan dan geef ik ze twee opties. Of je gaat met jouw businessplan verder en met wat ik heb gegeven, of je gaat die studie bij Artum Consultancy volgen. Ik zeg ze ook direct, okay. Ik ben geen professioneel. Zij kunnen je beter helpen, dus de mensen van Artum. Maar als jij zegt van waarmee ik heb geholpen is goed genoeg, dan mogen ze daarmee doorwerken naar de onderneming. En dan zeg ik ze sowieso ga registreren bij de KKF, ga informatie halen bij de notaris en al dat soort dingen. Maar als zij mijn informatie niet genoeg vinden, raad ik ze altijd aan om dan bij Artum aan te sluiten, omdat ze daar meer informatie krijgen en beter worden geïnformeerd. Ja. Oké. Goed. Nou, vanavond ben je dus de spreker bij een publieke lezing over eet wat je plant en plant wat je eet. Wat zal daar jouw bijdrage zijn? Mijn bijdrage zal zijn, we zullen sowieso praten over het thema. Dat is planten wat je eet. Maar ik zal het dan een beetje verder brengen om, wanneer je hebt geplant, om dat dan te kunnen omzetten in een onderneming. Want u zegt het, mijn stichting houdt zich gewoon bezig met ondernemingsvormen. En ik wil dan dat deze jonge ondernemers, er is een woord voor agripreneurs, ik wil dan hun opleiden om van hun kleine aanplant het op grote schaal te doen en het te brengen naar een professionele landbouwonderneming. Dus dat is eigenlijk mijn bijdrage om dat waar te maken voor de jongeren.
Oké. Maar hoe staat het nou met de interesse van de jongeren? Want overal wordt er toch veel gezegd van hey, jongeren willen alleen maar de leuke jobs doen, niet meer op het land Ja, werken, niks klopt. meer voor hun. Hoe De ga jij daarmee interesse, om? hoe ik, nou, de interesse op bepaalde gebieden is het er, maar de kinderen zijn moeilijk. Ze willen graag leren, maar je moet die stof op hun, je moet het leuk voor ze maken. Bijvoorbeeld mensen van mijn leeftijd kan ik snel overhalen om ze te zeggen van, hey, kijk, het nut van de landbouwsector. Maar bijvoorbeeld een kind, laat zeggen als je ze van jongs af wil aanleren, moet je dat spelenderwijs doen. Om ze, weet u, je houdt hun aandacht, je houdt ze bij de aandacht. Maar bij iemand van mijn leeftijd gaat het veel makkelijker. Als ik ze gewoon zeg van, kijk, je hebt hier een kilo goud. En kijk wat je met je landbouwdingen kan doen. Welke vind jij voordeliger? En dan kunnen ze snel al zien van, hey, de landbouwsector is veel voordeliger. Omdat er altijd een vraag gaat zijn naar voedsel. Of ja, gaat altijd een vraag zijn naar voedsel. Tuurlijk. En hoe je het ook bent of keert, we hebben de volgende generatie nodig. Want als jij zegt van oké, weet je alleen maar mensen die heel erg oud zijn, je weet toch volgens jouw regel, die houden zich bezig met landbouw. Ze moeten het overdragen aan iemand, want anders wordt er niet meer geplant en we staan er niet bij Precies. stil waar de kousenmand en het tijgerblad elke dag vandaan komt. Precies. Ja. En eerlijk, ik heb gemerkt dat ik wil niemand blamen, maar ik zou zeggen het is de schuld van de ouders. Want als jonge heer heeft mijn moeder me nooit gezegd, word een landbouwer of word, ga iets met je handen doen. Ik moest advocaat worden of ik moest een Ja. arts. En dat is het gewoon meestal. Ja. Maar ze vergeten dat wij deze landbouwers ook nodig hebben. Ja. Want als we geen landbouwers hebben later, gaan we alles moeten importeren en dat gaat heel erg slecht zijn voor onze economie. Klopt. Maar niet alleen maar dat. Helemaal Ook eerlijk. al importeren we, ook daar moet er een landbouwer zijn die Ja, hier dit doet. Dus precies. ja, het is Dat een moet er altijd zijn. fundamentele job die er gedaan moet worden. Maar lukt het jou om jongeren zover te krijgen om ze in die richting te laten gaan en om eigenlijk op landbouw naar een andere manier te kijken, dus professioneler, dat het ook echt een hele uitdagende job kan zijn? Ik wil zeggen ja, omdat ik mijn hele vriendenkring het belang heb gewezen. Dus mijn hele vriendenkring is wel, ze zijn wel, ze staan er wel goed voor. Om te zeggen, JL, weet je, we geloven in wat jij zegt en we gaan die richting met je op. Maar dat is gewoon mijn vriendenkring. Maar over het algemeen heb ik nog niet zo'n groot platform om alle jongeren te kunnen aanspreken. Dus wat ik nu wil doen, ik wil een zo'n groot mogelijk platform creëren, zodat ik alle jongeren kan bereiken. En net hoe ik mijn vrienden heb om, laten we zeggen, omgekocht, wil Overtuigd ik is het hun woord dat je zoekt. overtuigen. Ja, Ai, omkopen overtuigen moet je wil niet ik. op televisie zeggen, oké? Pardon. Wil ik hun ook overtuigen om, weet u, het idee te snappen en het belang ervan te snappen. Ja, oké. Goed. Very nice, JL. Heel erg veel succes met alles wat je gaat ondernemen. Ik vind het heel erg mooi dat je als jongere zelf zegt van, hé, luister nou, laat me mijn jongeren ook helpen. Want dat is waar de helpende hand nodig is. Zeker na coronatijd hebben wij trouwens hier ook via dit programma zoveel jongeren gezien die ergens begonnen zijn met iets doen. En het lukt en ze gaan door. Maar een stap naar professionalisering is natuurlijk heel erg belangrijk. En ja, ik denk dat ze het wel prettiger zullen vinden om het van een andere jongere te horen. Ja, precies. Oké, Dat heel is, ik erg veel denk, makkelijker succes. over te brengen. Ja, over makkelijker over te brengen, makkelijker van je aan te nemen. In plaats van die hele oude mensen, toch, die het altijd maar beter willen weten. Is goed. Ik hou Dankjewel, van oude JL. mensen, dus Je houdt van oude het is goed, mensen, mevrouw helemaal goed. Miranda. Heel erg veel succes toegewenst. Dank u wel. Oké, en veel succes En een vandaag. fijne dag voor u. Dank u. Fijne dag. Doei doei. Tot zover ons gesprek met JL Grant. Hij is van de Jonge Nijveraar. Deze organisatie die zet zich in om andere jongeren te overtuigen, te stimuleren en te ondersteunen bij het opzetten van hun eigen onderneming. Dat is natuurlijk het meest prachtige wanneer je van iemand van je eigen leeftijd die ondersteuning kan krijgen om je eigen onderneming daadwerkelijk te laten bloeien, starten, uitgroeien en het te maken tot een succes. Dus de jonge Nijveraar, zoek ze op, want alles is social media tegenwoordig. Ook daar ga je ze vinden. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar Q-Time en tot de volgende aflevering. Goeiedag.